Horens groeiden van onder mijn vel, net op de plaats waar je vleugels verwachtte. Dat was het eerste wat ik voelde. Het tweede, het waren mijn leugens die steeds scherper werden. Ik kon er niet aan doen. Het enige wat ik wilde, dat was de wereld begrijpen. Verhorende man is een personage die gebukt gaat tussen waarheid en leugens. Hij weet niet goed wat hij ermee moet. Een rode boom op groene aarde, een gele horizon, een blauwe lucht. Ik kijk in mijn gedachten en ik plaats erbij wie ik wil. Je zal dansen met belletjes om je benen. Als ik het gewoon zou kunnen zeggen, dan zeg ik het gewoon tegen de mensen natuurlijk. Het is iets dat ik niet kan uitleggen. Ik neem mensen mee in een sfeer. Als we gedachten kunnen lezen, kunnen we dan ook gedachten manipuleren. Iemand in een bepaalde emotie brengen door bijvoorbeeld muziek, woorden. Als er iemand van het publiek naar voren komt en die speelt mee, oké, dan wordt hij even acteur. Maar als het dan blijkt dat ik die gedachten kan lezen van die persoon, dan balanceert in één keer heel het publiek in de plaats van in fictie in de realiteit. Dus kan ik mijn ogen wel geloven als ik dit zie? En dat is mentalisme, dat balanceren, dat evenwicht tussen fictie en realiteit. Ik wil dat mensen volledig verleid zijn geraakt door de poëzie. Op een gegeven moment voelde ik echt gewoon een veertje over mijn neus heen, zeg maar. Maar het bleek dus helemaal niet zo te zijn, dus dat was heel raar. Mooie plek, prachtig zoals die met zijn kostuum in het decor van de duinen staat. Heel mooi. Vond echt hele mooie muziek. Ja. Fantastische muziek. Zien is geloven. Als je daar je bij houdt, dan kom je in deze voorstelling wel bedrogen uit.